deze krachtpassen vandaan komen. We zijn hier natuurlijk niet zomaar, want GE Aviation is net zoals KLM 100 jaar geworden. Dus de hoogste tijd voor een feestje. Er is een party. Ik ben hier niet alleen, maar er zijn 3 engineers mee. Hoe lang werken jullie eigenlijk bij KLM? Ik werk hier ondertussen 2 jaar. Ik 3 jaar. En ik 13,5. En hoe lang ben jij er? 3 maanden. Verschillend zijn, hè? Hoe lang werk je al bij KLM? 27 jaar. 27 jaar, oké. Okay. Toen was ik min 6 ongeveer. Waar begon je toen mee? Ik begon op Schiphol bij vliegtuigbelading. We zijn niet alleen op deze reis, we hebben ook 3 collega's. Ja. Mee van Engineering en Maintenance. Waarom zijn jullie mee? Onze afdeling Engineering en Maintenance is super belangrijk. We hebben 4.500 mensen. En wat we eigenlijk proberen is daar ook jong talent naar binnen te krijgen. En ja, wat is er dan mooier om op deze reis een aantal mensen mee te nemen die nog een carrière voor zich hebben om hier te leren, te kijken en te kijken hoe we dat samen met GE beter kunnen doen. Tom, er zijn 3 engineers mee. Waarom zijn ze eigenlijk mee? Dit zijn mensen die heel veel willen leren. En ze zijn vandaag in de snoepfabriek. Mm-hmm. Als je bij GE bent en hier kijkt naar de ontwikkelingen, dan voelt het als lekkere snoepjes. Ja. En ik vind ook dat jonge mensen mee moeten, maar ook we hebben iemand mee die al 47 is, maar zich echt ontwikkelt. Ja. En jonge mensen moeten zien dat je binnen Engineering Maintenance je continu kan ontwikkelen. Ja. Er staan hier heel veel 3D-printers. Hoe zit dat bij Engineering en Maintenance? Wij gebruiken op 2 plekken zeg maar ook 3D-printing. KLM doet dat niet zoals hier, want GE Aviation is veel verder. Wij gebruiken additive technology, waarbij we met poeder kleine laagjes metaal aanbrengen. En het tweede is draad 3D-printing. We hebben inmiddels 14 3D-printers en we gebruiken deze om gereedschap te maken. Waar we vroeger tape gebruikten om iets met de hand af te plakken, gebruiken we nu 3D-geprinte hitteschilden. GE heeft ook een heel tof museum waar 100 jaar aan motoren en innovatie staan. Let's check it out. Bill, first of all, congratulations. Thank you. How does it feel to have a 100-year-old company? You know, honestly, it's pretty cool. The history that's here is amazing. Clearly, there's an awful lot that has gone on to build to that point and a really neat future ahead. So I'm proud to be part of it. What's your favorite airline? You know, honestly, KLM is my favorite airline. The creativity, the leadership, and the partnership has just been amazing. I've been part of the KLM relationship for 20 years now. I just learn every day from the team, and their commitment to excellence is motivating. Terug achter de schoolbanken. So, black lives is really our black, right? Ik heb iets geleerd vandaag, namelijk hoe werkt een engine? Suck, squeeze, bang. Hi guys! Hi! GE Aviation sleutelt ook aan een nieuwe engine, namelijk de GE9X. Werken jullie daar ook mee? Nee, wij werken wel aan deze band, de Genx. In deze motor maken we heel veel gebruik van composietmaterialen. Mm-hmm. Dat zorgt onder andere voor minder gewicht. En dat resulteert weer in een efficiëntere motor en dus ook minder emissies en ook minder geluidemissies. Maar hoe duur is zo'n motor eigenlijk? Het verschilt een beetje. Zo'n motor kan tussen de 12 en 35 miljoen US dollar kosten. Oké, we gaan ons nu opfrissen in het hotel, want bij een feestje wordt natuurlijk eten. Klaar om te gaan. We staan nu bij Cincinnati Music Hall en het gebouw komt uit 1878 en heel ergens lijkt hij wel een beetje op het Rijksmuseum. In dit gebouw hebben we nu een borrel en een diner ter ere van de mooie samenwerking tussen GE Aviation en KLM en natuurlijk hun 100-jarig bestaan. First of all, congratulate GE for being 100 years and being a bit older than us. When you're 100 years old, a few days don't count anymore, right? So we are here tonight. It's a replica of Cincinnati Music Hall.
dit was het dan. Ik vond het mega interessant om te zien waar de motoren van KLM vandaan komen. En ook super leuk dat er andere KLM'ers mee waren. Tot de volgende Internal Mission. Wij gaan nog even eten. Doei!